Hmm. Ze laat mij altijd relaxen, dan kan ik heel goed rijden. Oh, oké. Okay. Dan denk ik altijd aan mijn zus. Top. Oké. Okay. Toen heb ik hem blijkbaar gesproken of zo. En toen zijn we vrienden gezijn, jezus, geweest. Oh, kalm dragen. Ik ben gegangbankt. Oh, hard zo. Het ging dit moment eruit. Zo. Zo, er staat een auto in de weg. Rijden. Oh, mijn god. Ja, doe maar. 1, 2, 3. Ja, die is zo schreeuw, joh. Ja, graag een paracetamol. Zo stop ik mijn doppertje ook in zijn eikeltje en dan. Wat de fuck zeg je allemaal? Hey, Leon, dit is kom op. Alsjeblieft! Nou, ik ben niet heel goed in zwemmen, maar collega. Jawel, je bent alles goed in. Kom op, je bent ambu. Kom op, meneer. Is er ook een trappetje dat ik weer omhoog kan? Ja, verder op. Ik ga even over. De 1918 voor de 01. Ja, geef bericht. Een of andere blauwe smurf naast mij, die rijdt een off-road voertuig in de stad. Nee, dat mag niet. Zou meteen een klap geven. Ja, is goed. Kant! Hey, kijk, als je met ons klaar bent, kan je ons wel afzetten bij het ziekenhuis? Zou ik je zeggen, hier, wacht hier. Nou, we hebben niet veel keus. Dames en heren. Hij ging naar het kantoor om te horen of hij gepromoveerd werd of ontslagen. Voor jou, hé, het gaat over jou. What the fuck? Nou, voor Bryce, dat valt wel mee. Oh. Dat is sterk benen. Ga ze naar het sportbal, denk je? Jij ja, pies de puin. Oh, dankjewel, meneer, trouwens. Heel erg bedankt. Ja, heel erg bedankt. Wat je zegt als je wakker bent, Bryce. Heel erg bedankt voor het redden. Weet je, ik had het, hij heeft me, ja... Nee, ik heb helemaal niks gedaan, laat me hier blijven. Ja, nee, hij kan gewoon hier rijden. Hij kan hier rijden, maar ja, gelukkig... Wat zeg je? Even nog, kijk, zie je, daar ligt weer een eentje, hè? Daar ligt weer eentje. Je weet dat je er spijt van gaat krijgen. Aan de andere kant, onze enige, echte Diego! En hij is down. Ik zeg laten liggen. En het gevecht is al over net voordat het echt begonnen is. Nou. Waar druk jij nou op? Ja, sorry man. Ik kon echt niet laten. Dat is echt een hele gekke plek. Wat zit je aan mijn lullen zwaar? Man, zit gewoon aan mijn lul te pampen. Verdamme, is geen pompeffect. Het heeft geholpen, je bent wakker. Yo, ik ben niet alleen wakker. Ja. Verdomme ook. Hey, bro. Stink erbij, bro. Nou, trouwens, gebroeders Vos, nogmaals ook welkom bij Blokkenpark om 30:30. Assalamu alaikum, welkom bij Turks, Amanak in nieuws. Ik zoek mevrouw Merian. Aangenaam, mijn naam is Piemels en ik hou van Ozman. Meneer, wil je ons cool huisjes even zien? I'm good, dank je. Ja, I'm good, kom. Nee. Vrouw Den. Hé, hey, ik ben echt fan van de sirene. Kan je heel even aan die sirene aandoen? Oh. Dankjewel meneer, echt, dankjewel. Alsjeblieft, fijne avond. Die heb ik zo. Kijk eens. Dankjewel. Ja. En ik heb zoet. Een zware dag ik tot drie. Meneer meenemen naar een veilige plek. Ik vind het hier veilig genoeg. Oké. Okay. Ja. Wat probeert hij? Zo. Oh. What the fuck? Ik heb stiltje bumper. Wacht, ik ga hem gaan halen. Ja, meneer Hand komt erbij. Oh, jammer. Wel toch? Je kan altijd nog een kopje koffie of een kopje thee aanbieden met een koekje en zo. Dat gaat ook meestal wel goed. Oh, hebben we in de ambulance? Ik heb begrepen dat ik vandaag een paar vrouwen heb aangenomen en die willen opeens thee, chattemolatte of zo in de ambulance. Oh ja, ik zag het jou in de gemeente ook. Kijk, die heeft ons op tijd gezien. Dat was jammer. Dat was jammer. De 1987 staat 1. Top. Oké. Ben ik wel blond? Ik ben heel vast ook blond. Ja. Proef ook. Ik ben overigens wel blond. Ja, maar sorry, man in uniform, het doet me wat. Ik loop altijd in de motor, ik loop in motor overal. Boah. Deze guy is gewoon chauffeur, hè? Niet eens in opleiding, gewoon chauffeur. We zijn eigenlijk operatieassistent. Ja. Rot op, echt. Oh mijn god. Danny, kom, we gaan.
Ja, Sasha moet straks haar zo nog castreren. Ik kan niet meer. Is hij dood? Ja, zo te zien is hij er wel geweest, ja. Mooi. Ik zei toch ik ben de beste. Ik ga straks gelijk dood. Kun je me eerst even pleitsen geven voordat hij me gelijk neerslaat? Ja, je bent wel intelligent. Je denkt er wel bij na. Dus, ja, het is 2 uur, dus ik ga er ook vandoor. Ja, ik ook. Nee, laat me liggen. Oh. Nee, joh, het is 12:50, that's it. Geen fooi. Gewoon heel droog. Een man helpt iemand uit de dood heel droog voordat hij omhoog geholpen wordt. LG, ik wil wel fooi, anders kom jij niet omhoog. Wacht, meneer, wilt u even van 1 tot 10 tellen? 1, 2, 3. Je mag wel met wat meer pit hoor, je hebt motorolie in je. Even die toer optrekken. 1, 2. Nee, ik zei sneller, niet luider, kutje. Dat is mijn oor. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ja, ja, gefaald. Ik hoorde geen zaas. Ja, je moet even benzine betalen, Swa. Oh, sorry hoor. Heb je geld op zak? Ik heb geld op zak. Hoeveel heb je op zak? Niet veel, man. Heb je wel een kan motorolie dan bij, of niet? Wat broer, nee, jij nou veel... Godverdamme, zwaar. Klootzak. Dan krijgt een man bijvoorbeeld een lange gordel. En een vrouw krijgt een zweetplekje onderaan, zeg maar, als je weet wat ik bedoel. Nou, en als zoiets gebeurt in zo'n mooie situatie... Je hebt verschillende SOA's. Je hebt eigenlijk HIF. Dat is eigenlijk een soort beginnende AIDS. Dit wel. Ontstaat als bijvoorbeeld iemand het heeft. En die gaat lekker zijn gordeltje in iemand anders gaat steken. En die krijgt eigenlijk ook AIDS erbij. Was het een beetje duidelijke voorlichting? Of moet ik hem opnieuw geven? Nee, geef hem maar niet opnieuw. Nee, doe hem opnieuw. Hoor ik nou dat ik hem opnieuw moet geven? Nee. Ja. Geen kidnapper. Help, ik heb zoiets zeg maar. Hij komt, die lieve goede Niels. Beste vriend, jouw beste vriend, de vriend van ieder kind. Mijn hartje klopt. Als je maar niet weer het fucking 101 boek erbij pakt van Insta's, dankjewel. Denk mij een hele goeie, we moeten namelijk een samenvatting doen, want die ben ik vergeten. Doei. Bye bye. Unsis laat mij altijd relaxen, dan kan ik heel goed draaien. Oh, oké. Oké. Gelukkig is mijn bodycam aan. Dan denk ik altijd aan mijn zus. Oh, kut. Dat jullie hier ik ook op band zitten. Come on, Barbie, let's go party.